Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik sta vandaag weer eens in mijn keuken. Kijk, dit is mijn keuken. En ik ga weer eens wat klaarmaken. Maar ik dacht bij mezelf van... Wouter, hoe zou een broodje frikandel smaken uit een tosti-zetapparaat? Kijk, ik heb hier twee frikandellen. Twee frikandellen. Tenminste, dit zijn er twee. Ik liet er net één zien. Maar het zijn er twee. Twee broodjes. En ik denk van... laten we eens proberen om een... broodje frikandel te maken uit de tosti-zetapparaat. Oké, wat hebben we allemaal nodig? Natuurlijk brood, twee frikandellen, een beetje olie en een beetje boter natuurlijk. En natuurlijk moet de stekker wel in het stopcontact. We doen de stekker erin. Hier, kijk, stekkertje, zo gaat hij erin. Je moet hem erin steken. Oké, dan hebben we hier het tosti-zetapparaat. We pakken het brood. En die doen we er zo op. Kijk, hier is het brood. We doen er ook wat boter bij. Want dat maakt het natuurlijk wel wat lekkerder, het broodje. Dus er moet wel wat boter bij. Zorg er wel voor dat je niet te veel doet. Want je kan er wel een beetje misselijk van worden. Oké, we pakken even een mes. Want het brood, of tenminste de boter, moet natuurlijk een beetje goed uitgesmeerd worden. Zodat het wat beter op het broodje komt. Ik heb natuurlijk niet te veel boter gedaan. Dus het zou niet op het hele broodje passen. Maar als we een beetje ons best doen, krijgen we een aardig goed broodje. Oké, dat zit erop. Nou, leggen we de mes weer even hier neer. Oké, we pakken een frikandel. We doen de frikandel erop. En we pakken nog een frikandel. Want één frikandel is natuurlijk een beetje te weinig. Dus we pakken nog een frikandel. Oké, er zitten twee frikandellen op. En we doen het broodje erop. Dus het broodje gaat hierop. En we doen aan deze kant voor de zekerheid ook nog wat boter, zodat het goed knapperig wordt. Dit is wel wat meer boter, maar dat gaan we goed smeren. Dus we pakken weer eens even een mes. En we smeren dat hele brood goed. Het broodje valt er bijna af. Het is wel een beetje moeilijk met één hand. Maar ja, ik moet toch mijn camera vasthouden. Oké. Nou, beter gesmeerd krijg ik het even niet. Misschien dat ik het broodje even zo stil hou. Maar goed. Beter krijg ik het voorlopig niet. Dus we doen de tosti-zetapparaat. Doen we dicht. Oh, ik zal het broodje iets naar voren doen. Dat is beter. We doen het tosti-zetapparaat dicht. En we gaan kijken hoe het broodje over 5 minuten is. Ik heb er trouwens aan deze kant nog een beetje olie in gedaan. Want een beetje olie erbij is wel lekker. Zorg er wel voor dat je niet te veel gebruikt, maar een klein beetje. Want anders word je hartstikke misselijk. Zo, de timer loopt en ik moet gewoon even wachten. Maar ik moet wel zeggen, weet je, bij een Wouter Boeven recept, als Wouter Boeven iets klaarmaakt, zijn het altijd een beetje rare recepten. Dus wat ik je wel kan aanraden als je dit ook eens gaat proberen, is dat je eerst van tevoren even een paar huisjes van een jointje neemt. Zo. Als je namelijk een beetje, niet te veel natuurlijk, maar als je een klein beetje wat huisjes van een jointje hebt genomen, krijg je extra veel zin in dat eten dat ik maak. Heb ik zelf wel wat tijd. Dus dat is even de tip van Wouter. Met een jointje erbij zijn Wouter boevenrecepten extra lekker. Zo, mijn broodjes frikandel, die zijn klaar. Ik heb er ook een beetje zout bij gedaan hier. Niet te veel zout, maar gewoon een klein beetje zout. Want een klein beetje zout bij het eten is altijd wel lekker. En een klein beetje zout is ook goed voor de mens. Moet je niet te vaak doen, maar af en toe kan het wel. Maar we gaan het broodje frikandel eens proberen. Weet je, het broodje uit een tosti-zetapparaat met een beetje boter en een beetje olie erbij is lekker.
En met die frikandel is op zich ook wel lekker. Die frikandel had wel iets warmer gekund. Maar voor de rest is het een heel lekker broodje. En dat bewijst maar weer eens. Een broodje frikandel kan je ook gewoon maken in een tossiezetapparaat. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En doe de groet aan jullie zusje, of aan jullie moeder, of aan jullie vader, maar ook. En dan bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.